Hallo kijkers van Shine Sprite, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Professor Layton en de erfenis van de Azran. In deze aflevering gaan we kijken wat professor Sycamore ons te vertellen heeft over een of andere levende zombie? Nee, levende mummie was het. Maar eerst gaan we kijken wat Prima ons te vertellen heeft. Misschien als ik een voorhamer gebruik? Wat fuck? Nee Prima, doe niet zo gek, daar maak je alleen maar erger mee. Is er iets aan de hand, jonge dame? Oh, u laat me schrikken. Sorry meneer, maar wie bent u? Mijn excuses, mijn naam is Herschel Layton. Ik ben een professor in de archeologie uit Londen. En ik ben Luke Triton, zijn leerling. Oh, juist, sorry. Ik heb u gewoon nog nooit eerder gezien, dus ik dacht... Nou ja, goed, ik ben Prima. En u bent een professor. Dan bent u vast best slim, toch? Ik heb met een vriendin afgesproken, maar ik wil eerst... het cadeautje openen dat ze me heeft gegeven. Oké. IJskoud cadeau. Mijn vriendin gaf me dit verjaardagscadeau, maar het is bezorgd in een blok ijs. Op het kaartje dat erbij zat, stond dat je 5 kopjes van 150 milliliter met warm water kunt gebruiken om 30 gram ijs te laten smelten. Oké. En dat moest ik moest uitvinden hoeveel kopjes warm water er nodig zijn om het blok ijs van 2 kilo dat om het cadeautje zit te laten smelten. Kun jij Prima helpen uit te vinden hoeveel kopjes warm water ze nodig heeft? Is dit gewoon een rekensom of zit er nog een addertje onder de grass in? Even kijken. 5 kopjes van 150 milliliter. Dus dat is 300, dat is 750 milliliter. Voor 30 gram. En 1000 gram is een kilo, toch? Of zeg ik nou iets heel raars? Volgens mij is 1000 gram een kilo. Dus even kijken. Moet ik eerst uitrekenen hoeveel... Oei. Zo moeilijk kan het niet zijn. Ik hoop dat er een of andere... Het is wel erg veel werk om al dat water over het cadeautje te gieten. Oh, geen. Je legt hem gewoon onder de warme kraan? Eens kijken of dit juist is. Wauw. Al zeg ik het zelf. Oh, of bij het haardvuur, dat kan ook. Vanaf nu staat puzzel 0. Oh ja, sorry, dit is niet interessant. Oeps. Oh, dus terwijl ik me hier zorgen stond te maken, is mijn cadeautje waarschijnlijk al ontdooid. Dat heeft u snel opgelost, zeg. U bent een echte professor en jij een echte leerling. Zeg, zijn jullie dan toevallig vrienden van die andere archeoloog of zo? Die met dat oudbollige kapsel? Ah, je bedoelt professor Sycamore. Ja, Prima. We zijn hier om hem een bezoek te brengen. Kun je ons vertellen waar hij zich bevindt? Sorry, dat weet ik echt niet. Ah, goed, dat maakt niet uit. Ik ben ervan overtuigd dat we hem weldra zullen vinden. Ik kan jullie wel vertellen dat hier verdachte mannen rondlopen en sinds die professor hier is. Ze zien er een beetje uit als soldaten. Maar als je het mij vraagt, zouden soldaten nooit zulke ouderwetse uniformen dragen. Oh, het is alweer zo laat. Donna zit vast al op me te wachten. Sorry professor, ik moet er echt vandoor. Doei! Adios, Prima. Dat heeft ons niet echt veel verder geholpen, hè, professor? Niet bijster veel, nee. We zullen verder rond moeten vragen. Maar we weten wel dat er nu enge meneren rondlopen. En wij zijn geen fan van enge meneren. Dus Sandra, als je dit ziet, we zijn geen fan van jou. Oké. Ach, daar zijn de enge meneren.
Kievit. Ah, verdraaid. Waarom is alles hier toch zo stijf bevroren? Kwartel. Lol. We zijn in Friesborg, maat. Natuurlijk is alles hier bevroren. Ja, maar kom op zeg. Een enorme muur van ijs? Dat is toch niet normaal? Daar zou ik toch op zijn minst een splintertje... Au! Als zelfs vuur al niet werkt, zal brute kracht al helemaal niks uithalen. Maar goed, wat er ook gebeurt, we gaan hier niet weg voor we ons doel hebben bereikt. We zetten gewoon door tot we binnen zijn. Kom op Kievit, we gaan eens kijken of er een andere manier is om binnen te komen. Oké, ik kom al. Zijn dat wellicht die verdachte mannen waar Prima het over had? Dat moet haast wel. Deze reis gaat misschien toch niet zo gemakkelijk worden als ik van tevoren had gedacht. Levende mummie of niet, ik vrees dat professor Sycamore iets bijzonder gevaarlijks heeft ontdekt. Is dat een van uw beroemde ingevingen, professor? Wellicht. In ieder geval moeten we trachten professor Sycamore zo spoedig mogelijk te vinden. Pam pam pam. De enge meneren. Oké. Post. Piotr Post, met zijn poes verdient hij de kost, zoiets. Oké. Nou, hij heeft vast een puzzel. Nee, hij heeft geen puzzel. Wat is dit nou? Een ramp, dat is het. Een regelrechte ramp. Zijn er problemen, meneer? Kunnen we u ergens mee helpen? Grote griebels. U komt uit de stad of niet? Dat hangt er vanaf welke stad u bedoelt. Wij komen uit Londen. Aha, ik dacht al dat uw stadslui waren. Wat doet u hier? U wil ons toch niet moderniseren, hè? Ach, ik kan u lastig wegsturen. Dat zou nooit gastvrij zijn. Ik zal me in voorstellen. Ik ben Harald. En welkom. Dank u, Harald. Ik ben Herschel Layton, professor in archeologie aan de Universiteit van Gressenheller in Londen. Layton, zei u. Dus jullie ben die vent. Jun hoed is hoger dan als ik had verwacht. Pardon? Wauw, professor. Uw doorbraken in de archeologie zijn over de hele wereld bekend. Wat? Nee, ik ben helemaal geen interesse in archeologie. Ik ben nog nooit ineens op een boot geweest. Die andere professor uit de stad had over u verteld. Zijn naam was geloof ik Singapore of zoiets. U bedoelt zeker professor Sycamore. Harald, weet u toevallig waar professor Sycamore zich op dit moment bevindt? Nou om heel eerlijk te zijn heb ik nooit meer van hem gehoord sinds die grote teneuren van hier is binnengegaan. Dat klinkt niet best. Nooit echt, nee. In mijn eenhoorst nooit meer aangeraakt, zo bezorgd ben ik. En toen ik door een paar uur nadat hij de grot binnenging, ook nog een schurk op. Wat? Schurken op? Spannend. Kom op, professor, we moeten hem daar snel weghalen. Ja, ik geloof dat je gelijk hebt, Emmy. Ik denk dat we ons beter kunnen haasten. Bedankt voor uw hulp, Harald. Bedankt voor niks, Harald. Nee, dat is niet waar. Harald is wel een coole boy. Oké. Ik vermoed dat de grot hier ergens moet zijn. Maar... had ik mijn dikke winterjas maar meegenomen. Hé, professor, is dat niet wat we zochten? Nou, Harald zei toch dat professor Sycamore niet meer had gezien sinds de grot is ingegaan. Hopelijk is hij in orde. Ik zie geen verdachte figuren, dus laten we naar binnen gaan nu we nog de kans hebben. Dat is wellicht niet zo eenvoudig als je denkt, Emmy. Een sneeuwpopje. Hey, kijk, een sneeuwpop. Oh ja, wie maakt er nou een sneeuwpop zo ver van de bewoonde wereld? Kijk eens naar die hoed. Het is een sneeuwheer. Hij ziet er best chic uit, hè? Maar wat zielig, hij mist een handschoen. Heb je het niet koud, ouwe arme sneeuwpop? Misschien is de andere handschoen weggewaaid of zo. We zullen onze ogen goed open houden. Wellicht komen we de handschoen nog tegen in het stadje. Laten we echter eerst uitzoeken hoe we die grot inkomen.
Spannend, spannend. Dit moet de ingang van de grot zijn, maar hij is afgesloten door een muur van ijs. Ik bespeur geen barsten of zwakke plekken. We hoeven alleen maar door het ijs heen te breken, toch? Dat klinkt als een klusje voor jou, Emmy. Vind ik ook. Professor Luke, ik zou maar even wat meer afstand nemen als ik jullie was. Hoia! Wat? Ik heb zo hard getrapt als ik kon, maar er kwam totaal geen beweging in. Wacht eens even. Als zelfs Emmy hier niet doorheen kan trappen, is dit vast geen gewoon ijs. Het ziet ernaar uit dat we een andere manier zullen moeten vinden om in de grot te komen. Ik durf te wedden dat die schurken het hierover hadden. Ja, Luke, ik denk dat je gelijk hebt. Ik stel voor dat we teruggaan naar het stadje om meer informatie in te winnen. Nou, dan doen we dat. Als jij dat voorstelt, professor, dan doen we dat. Oeh, rood kapje. Ah, daar heb je die slimme professor. Huh? Ben je bevriend met een professor, prima? Hoe krijg je dat nou weer voor elkaar? Oké, luister. Ik zat diep na te denken over een puzzelprobleem waar ik geen oplossing voor kon vinden. Toen plotseling... Oké, ik snap het al. Nou, meneer de professor, dit is zeker de eerste keer dat u in Friesborg bent. Niet zo verlegen. Als we u ergens mee kunnen helpen, hoeft u het maar te vragen. Nou, eerlijk gezegd kunnen jullie dat inderdaad. We willen graag die grot buiten de stad in, maar de ingang is geblokkeerd. Goh, echt? U leek me niet echt bepaald het type dat graag in donkere grotten rondwaalt. Nou, ik kan u hier niet mee helpen, maar Marcia weet alles over wat er hier gebeurt. U vindt haar daar. Wacht! Wat is er nu weer prima? Als we de professor gaan vertellen waar Marcia is, moeten we hem eerst om wat modeadvies vragen. Wat? Oké. Een steekje los. Vier verschillende patronen zijn in een bepaalde volgorde op deze zakdoek genaaid. Deze reeks begint linksboven en volgt de oranje lijn naar het midden. Oké. Bekijk de volgorde goed en zoek uit welke stukjes stof waar in de lege gedeelte van de zakdoek horen. Leg deze stukjes stof op de juiste plaats. Boom, boom, ijs, boom, ijs, handschoen, boom, ijs, handschoen, sneeuwpop, boom, boom, ijs, boom, ijs, handschoen, boom, ijs, denk ik. Even kijken, boom, ijs, denk ik hoor. Handschoen, sneeuwpop, boom, boom, ijs, boom, ijs, handschoen, boom, ijs, handschoen, sneeuwpop. Zo moet hij. Dat was een behoorlijke opgave. Easy win, boys. Easy win. En dat is dat. En girls. Hoera, dank u, professor. Opschepper. Goed, beloofd is beloofd of wat. U ziet hier die brievenbus daar. U kunt inzoomen op dat gebouw erachter. Daar zult u Marcia vinden. Dank je, dat is erg behulpzaam. Hé, ik weet iets. U bent zo goed met modeadvies. Waarom helpt u anderen niet met uitzoeken van leuke outfits? De modeadviseur is nu beschikbaar in de koffer. Ja, prima. Let me with rest, please. Meestal vind ik de Engelse mode maar zo-zo. Maar u heeft talent, professor. Nou ja, u heeft in elk geval potentie. Ik wil graag een nieuwe vrolijke look voor de lente. Dus als u het niet erg vindt... Als u het niet erg vindt. En dat vindt u vast niet. Wat ben jij erg prima. Let maar niet op haar. Als u nog iets wil weten, kom dan gerust terug. In tegenstelling tot sommige andere mensen zit het helpen in mijn bloed. Nou ja, oké. Dan moeten we inzoomen ergens als het goed is. Oh ja. Wow, yo, dikke hot tub hier. Dat zal Marcia zijn. Zo, ik geloof niet dat ik jullie eerder heb gezien. Zijn jullie toeristen? Niet echt, maar neem me niet kwalijk. Bent u wellicht Marcia? Zo, u kent mijn naam? Donna heeft ons over u verteld. Ze zei dat u alle roddels meekrijgt. We zoeken een manier om de grot buiten het stadje in te komen. Aha, is dat wat jullie van me willen? Goed, ik zal jullie vertellen wat ik weet. Luister goed, bij de ingang van de grot staat een griezelige eenzame sneeuwpop. Griezelig? Hoe kan u een sneeuwpop nou griezelig vinden?
Mensen die erbij in de buurt zijn gekomen zeggen dat ze hem geluiden horen maken. Ze zagen hem zelfs bewegen. En als je het mij vraagt, klinkt het alsof het bezeten is door een kwade geest en is teruggekeerd om wraak te nemen. Iek! Bekijk het zo. Sinds die sneeuwpop daar staat, is het niemand meer gelukt om in die grot te komen. Ik ben erheen gegaan om met mijn eigen ogen te zien. En ik heb geen rare geluiden gehoord, maar ik voelde dat er iets vreemds mee was. Juist, ik geloof dat we door beginnen te krijgen wat hier aan de hand is. Denkt u echt dat we te maken hebben met de kwade geest die in de sneeuwpop leeft? Nee, maar ik denk wel dat de sleutel tot de grot heb gevonden. Bedankt voor uw hulp, Marcia. Emmy, Luke, we gaan alle sneeuwpoppen van Friesburg inspecteren. Zij zullen ons naar het antwoord leiden. Oké. Okay. Deze boys, die zitten lekker in de hot tub. Dat zou ik ook doen, want hot tubs zijn hot. En cool. Oh nee, niet cool, maar wel hot. Ik ben wel zo'n hot-up fanetje. Er zijn hier wel tantoeveel sneeuwpoppen. Nou, dit is er eentje. Hier is een sneeuwpop. Oh, en kijk, hij heeft maar één handschoen aan. Eén handschoen? Waar hebben we dat toch? Ah, de sneeuwpop bij de grot. Die had ook maar één handschoen aan. Haha, ik geloof dat we onze sleutel tot de grot hebben gevonden. Denken jullie ook niet? Waarom denkt u dat, professor? Alles op zijn tijd, Luke. Laten we eerst die handschoen eens meenemen. Je hebt wollen band ontvangen. Maar waarom? Het lijkt me aan een doodnormale handschoen hoor. Als je het niet erg vindt, al laat ik je het wel zien wanneer we bij de grot zijn. Dat vind ik wel erg. En nu, hè, Leighton? Ga je hem nu opeens wel meteen vertellen? Nee, natuurlijk niet. Oké. Nu ik enge geruchten van Marcia heb gehoord, denk ik steeds dat ik hem zie bewegen. Die enge geruchten hebben ons precies de informatie gegeven die we nodig hadden. Deze sneeuwpop is de sleutel tot de grot. Huh? Hoe bedoelt u, professor? We hoeven toch niet dichter bij de sneeuwpop te komen, hè? Dat moeten we zeer zeker wel. Sterker nog, daarom zijn we hier. Maar professor, wat als hij vervloekt is? Het jongetje sloop op zijn tenen dichterbij. Plotseling begon de sneeuwpop te gillen en greep het jongetje vast. Ik, Emmy, hou op alsjeblieft. Maak je geen zorgen, Luke. Je kunt rustig dichtbij gaan staan om hem goed te bekijken. Het is toch gewoon een sneeuwpop. Mijn ogen bedrogen me vast. Een sneeuwpop kan natuurlijk niet bewegen. Emmy, heb je de handschoen nog die we hebben gevonden? Handschoen bedoelt u? Aha. Inderdaad. Wil jij het doen? Tuurlijk. Natuurlijk. Wat een onzin. Wat is er gebeurd? Is die muur van ijs nou net? Het bestaat geen ijs dat niet smelt als je er vuur bij houdt. Daarom kon de muur voor de ingang van ijs niet van ijs zijn gemaakt. Wat? Maar het zag eruit als ijs. Wat kan het dan zijn geweest? Het kan niet met zekerheid zeggen, maar ik denk dat het een zeer sterk soort gehard glas moet zijn. En onze winterse vriend met de hoge hoed hier verbergt de schakelaar. Maar professor, is dat niet een beetje raar? Waarom is het niemand opgevallen dat de muur van glas was en niet van ijs? Hij was doorzichtig. Het voelde koud aan. Mensen twijfelen zelden aan hun eerste indruk. Dat deden wij immers ook niet. Geweldig, professor. Het is u weer gelukt. Wel nu... Er wacht iemand op ons in die grot. Dezelfde persoon die deze muur heeft opgezet. Zullen we? Oi, oi, oi. Zag je dat, Kwartel? Niet te geloven dat het geen ijs was. Hoe wist die vent met die hoge hoed dat? Wat maakt dat nou uit? Het scheelt ons een hoop werk en wij kunnen mooi met de eer gaan strijken. Kom op, achter ze aan. Wacht even, we moeten eerst verslag uitbrengen. Maar ren ze gerust achterna als je dat zo graag wilt. Ik heb je gewaarschuwd. Baas spelbreker. Oké, goed. Ik kom al. We gaan in de grotto. Geheime tunnel. Geheime tunnel. Met de filmpje. Huh? Professor Leighton. Het is me een genoegen. Insgelijks, professor Sycamore. Hier heb ik lang naar uitgekeken. Een ontmoeting met de enige echte Leighton. Ik zei toch dat u beroemd was, professor? Dat is de stem van Jerry van...
Dat zou ik niet zeggen, Luke. Dus professor Sycamore, u had een levende mummie gevonden? Mijn hemel. Huh? Is dat de mummie? Ik schat dat dit ijs een miljoen jaar oud is. Wellicht zelfs ouder. Dit meisje moet al die tijd in het ijs hebben gezeten. En als onderzoek dit bevestigt, hebben we concreet bewijs van de oudste beschaving uit de geschiedenis. Precies. Dat zou de hele archeologische wereld op zijn kop zetten. Dus, toen u het in uw brief had over een levende mummie, was dit wat u bedoelde? Ja, het klinkt ongelooflijk, maar dat meisje leeft nog. Haar lichaamswarmte zit ingesloten in het ijs en houdt haar warm. Het is niet veel, maar het is een duidelijk teken dat ze nog leeft. Ongelooflijk. Ik kan niet zeggen met wat voor biologisch fenomeen we hier te maken hebben. Maar het lijkt erop dat ze schijndood is en zich in een soort cryogene slaap bevindt. Dit is te vreemd om waar te zijn. Zou het? Laten we er samen achterkomen. Ik stel voor dat we het ijs laten smelten. Maar hoe wilt u zo'n enorm blok ijs laten smelten? Pikachu, nu! Dat is het enige wat ik hoor. Met vuur of zo? Dat helpt meestal wel met het smelten van ijs. Dit liedje gebruikten ze trouwens ook in de. In de vorige leten die we hebben gespeeld. Het is wel een puzzel. Oké. Wauw, wat is ze mooi! Het lijkt alsof ze gewoon vredig slaapt. Maar kan iemand zo echt in leven blijven? Ik dacht ook niet dat het mogelijk was, maar toch lijkt het erop. Ze is een miljoen jaar lang in deze staat gebleven. Het is werkelijk wonderbaarlijk. Professor, ik heb u niet zomaar gevraagd om hierheen te komen. Ik wil u hulp vragen bij het ontrafelen van dit mysterie. Maar natuurlijk, ik zal mijn uiterste best doen. Puzzel 006, het meisje in het ijs. Volgens professor Sycamore zijn de woorden elk deel bevat 4 achterop deze stenen plaat geschreven in oeroude taal. Deze plaat wordt door stralen blauw licht opgedeeld en je kunt ze de richting waarin ze stralen... plaat wordt door stralen blauw licht opgedeeld en je kunt de richting waarin deze stralen verschijnen veranderen door de ronde stenen aan te raken. Oké. Draai de lichtstralen zo dat ze elkaar raken en de hele plaat verdeeld wordt in segmenten van 4. Het vierkant in het midden mag geen deel uitmaken van de segment. Oké, duidelijk. Laten we dan vooral heel eventjes dit doen, zodat jullie mee kunnen kijken. Oké, segmenten van 4. En zo doe je dat. Oké. Zo is dit een segment van 4. Dit ook. Dit ook. Dus dit zijn allemaal segmenten van 4. Dit ook. Ja. Dat ook. Alles heeft nu, is er nu een segment van 4, toch? Volgens mij wel. Eens kijken of dit juist is. Ja. Nice. Uitmuntend. Daar hebben we niet heel lang over gedaan.
Snel, leg haar hier neer. Oké, Jerry. Wat vreemd. Haar lichaam is warm, maar ik voel geen polsslag. Leeft ze? Of niet? Oh, kijk, ze beweegt. Hemel. Dit is opmerkelijk. Dit meisje zat al die tijd vast in het ijs, maar toch leeft ze nog. Laten we haar naar een warmere plek brengen. Bedankt. Wij nemen het hier wel van jullie over. Wat gebeurt er, professor? Oh jee. Hij moet het meisje hebben. Hoe? Wie heeft u verteld waar wij zijn? Overhandig het meisje, anders sta ik niet in voor de gevolgen. Dit meisje weet wat goed voor haar is. Vaarwel. Leten, als we niet achter hem aangaan, kan er van alles gebeuren. Spannend. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. En dan zie ik je heel graag bij de volgende aflevering. We gaan dit nog heel eventjes wegdoen, zodat we kunnen opslaan. Ze vliegen weg. Ze voelen de energie bewegen. Wie houdt ze tegen? Zouden ze haar daarin meenemen? Vervloekt, we moeten direct terug naar de Bostonius. Oké, nu echt bedankt voor het kijken. Adios, amigos.